Toen je net vertelde dat energie kan vanuit je denken, vanuit je hoofd, dingen bekijken en redeneren. Het kan ook van hieruit, van dit veld, van daaruit benaderen. Dat houdt me nu erg bezig. En als ik dat navoel, dan kan ik ook voelen dat het heel vaak ik dit ook doe. En dan zit het in het zorgelijke. En dat één ding per se moet gebeuren. En nu, wel nu. En dat het moeilijk is. Goed moet zijn. Dus ik voel dat dat soort dingen hier zitten. Mm-hmm. En niet daar. Dus hier, als ik van hieruit bekijk, dan ga ik er rustig bij zitten. En ga ik het allemaal eens overzien. Ja. Dan, en ik voel ineens hoe prettig dat is. Yes. Ja. En vanuit dat midden komen we tot verstaan. Hier alleen maar tot begrijpen. En sommige dingen moeten we eerst begrijpen voor we ze verstaan, maar dat hoeft maar kort. En ik moet zeggen dat ik daar wel blij van word. Dat het zo kan. En dan komt er zoiets van, oh, mag dat? Ja, sterker nog, daar is het voor. Ja. Dus hier proberen we dingen te begrijpen en even te onderscheiden en zeg maar de vraagstelling of de probleemstelling helder te krijgen. Daar is waar echt denken voor is, even kort samengevat. En dan kunnen we afdalen of erin ontspannen, zodat er een beweging of een respons kan komen vanuit verstaan. Je hebt ook wel eens gezegd van hier, het lichaam heeft ook kennis. Ja, ik geloof dat in Oosterse tradities noemen ze het van je hebt hier hersenen, maar je hebt ook buikhersenen. Nou, dat is natuurlijk een metafoor, maar het hele gebeuren is een metafoor. Ja, de tijd ook, hè? Om yes, of course. Dus dat te laten ontstaan of te laten gebeuren. Yes. Dus er zit een actief denken en als we dat goed kunnen is dat super nuttig en ik hou er erg van. Maar er is dus ook een denken wat veel meer een soort luisteren is. Dus dan wordt het weer muzikaal. Dus dan hier vanuit bezorgdheid ben ik op jacht naar het antwoord of de oplossing. Hier ben ik een soort beschikbaarheid waarbij ik hoor wanneer de oplossing komt. Ja. En dan gaat het hier eigenlijk alleen maar over helderheid. Yes. Niet over... Yes. Dus het werk hier is gedaan en dan luisteren we tot de respons komt. Nou, dat kan na een paar minuten zijn, of dat kan wat langer duren. It's all fine. Terwijl vanuit die bezorgde ik-modus moet het inderdaad allemaal op stel en sprong en wordt het allemaal nogal overdreven, het belang ervan. Ja, en misschien ook veel dingen vergeten. Wat ontgaat. Nou ja, wat we ook missen als we dus niet vanuit verstaan naar dingen kijken, is dat ik me heel erg hier vanuit bezorgdheid kan fixeren op één onderwerp en dat probeer op te lossen, maar ik zie de samenhang met andere dingen niet. Nee. Dus misschien heb ik dit opgelost, maar op twee of drie andere vlakken daarmee chaos gecreëerd. Ja. En vanuit dat verstaan, wat ik dus straks zei van zien hoe de kaarten liggen, kan ik zien dat er correlaties zijn en verbanden tussen niet alleen dat ene ding, maar die hebben uitlopers, verbindingen met allerlei andere dingen. Dus ik moet oppassen als ik iets ineens eruit trek. Want wat trek ik dan allemaal mee? Dat moet verstaan worden, dat moet gehoord of geproefd worden. Yes. Daar heb ik mijn hele systeem bij nodig. En niet alleen dat bezorgde ik met zijn plannetjes. Het is niet zo moeilijk allemaal, hè? Niet moeilijk. Dit is het. Twee paar weken geleden ging ik hardlopen. Ik dacht, ik ga een beginnerscursus doen.
En een week later liep ik bij de fysio. En toen zei die man, waarom ben je dan nou gaan hardlopen? En toen zei ik namelijk, gewoon wil gaan tennissen. En toen, dat sloeg gewoon nergens op. Want ik haat hardlopen. Ik ook, daarom heb ik een dwarslesie genomen, dan hoef ik niet meer. Maar wat is dat dan wat ik dan doe? En ook wat jij, ik pak dingen op nou wat jij vertelt, dat je dingen wil veranderen bij een ander buiten je. En dat heb ik ook gedaan bij Cody dan. Nu zit ik ook op haar dingen te wijzen. Ja. En werkt dat? Nee, het is naar, want je wil gewoon... Ja. Dat aan haar geven om, ik weet niet, ja, dan zeg je, je bent gewoon een narcist bijvoorbeeld, of niet bijvoorbeeld, dat zeg je. Wat zo zou kunnen zijn. Wat zo is. Nee, dat is niet zo. Ik kan er niet over oordelen, maar gewoon dan wil ik het allemaal buiten me gooien. Een soort agressie van, ik gooi het allemaal naar buiten en dan ga ik me beter voelen. En werkt dat? Nee, dat voel ik. Oké. Dus het is niet erg om eens iets te proberen, maar als we dan zien dat het niet werkt, kunnen we ermee ophouden. Ja, maar dat is juist het punt. Ik blijf maar in dat cirkeltje draaien van dat dingen doen die niet werken. En als ik dan, bijvoorbeeld over de ontvankelijkheid waar je het ook over had gisteren, merk ik van, dat vind ik zo lastig om dat te pakken. Om daarin over te geven. Als ik naar een boom kijk, lukt het wel. Of als ik naar de plant op mijn kom kijk, lukt het dan wel. Goed. Zie mensen ook als een plant? Ja, nou ja, als ik in de gewone loop buiten, dan lukt het me ook wel. Als ik dan maar contact heb met mezelf, dan lukt dat wel. En dan val ik wel in een soort gevoel van, nou, ik ben. Goed. Ja, dat is wel fijn. Ja, en de uitnodiging is dus, stay there. En ja. Laat je niet wegtrekken door wat jij denkt over anderen. Nee, dat moet dus aan weer. Nee, daar hoef je niet aan te werken. Gewoon nog beter zien wat niet werkt en wat wel. Ja. Schrijf het op desnoods. Dat heb ik al geprobeerd. Het werkt niet. Nee. Versterkt dit mijn gevoel van er zijn? Nee. Nee. Sterker nog, het maakt me eigenlijk een akelige mafketel. Niemand heeft er iets aan. Nou, als ik dat echt zie, hou ik er mee op. Ja. Dus ik moet zorgen dat ik het echt zie. En ook van die klik waar je het over had zo net. Ik krijg het ook niet te pakken. Nee, maar... Als je nou in het zijn bent, hè, is dat dan, kan je dan zien? Yes, of course. Dan moet je eerst zakken in het zijn. Dat is handig. Waar je het over had, dat je naar je buik zakt. Dat is handig. Of gewoon je herinneren, nu bijvoorbeeld, hoe het is als je naar die boom kijkt. Je weet, want je gevoelsherinnering is er ook, je weet hoe je dan bent. Nou, als we dat voldoende appreciëren, krijgen we steeds minder zin om niet zo te zijn. Of om daaruit te gaan. Dus gaan we voorkomen om niet zo te zijn. Dus ik ga me niet meer mee laten slijpen door een ander iets wijs te maken of iets te verwijten. Want het enige wat het me oplevert is dat ik me verwijder van mezelf, zou ik maar zeggen. En ik creëer frictie. Niemand wint. Nou, hoe helderder ik dat heb, hoe minder zin ik zal hebben om me zo op te stellen. Ik doe dat wel graag, mensen afzeiken, omdat ik geleerd heb gewoon er te zijn terwijl ik mensen afzeik. Dus bij mij bijt dat elkaar niet en ik heb daar heel veel plezier aan en ik word ervoor betaald. Dus dat heb ik goed geregeld. Ja, mooi. Dat is inderdaad zo'n kwestie van, daar gaat mij niks aan, maar bij mij zit er ook nog een laag onder. En dat een gevoel dat het kan geven van een soort superioriteit, vind ik nog niet leuk om te ontdekken. Superioriteit? Ja, alsof je het beter is. Nou, dat kan toch op een bepaald terrein? Jawel, dat kan, maar toch voelt dat niet altijd goed. Oké. Kan je nog iets verder? Nou, kijk, als iemand gewoon beter is in iets. Kasia is beter in websites en dat soort dingen, dus daar is zij superieur. Dus vraag ik haar hoe iets moet. Ja, hoe kun je dat zijn? En ik weet niet of zij daar een superioriteitsgevoel van krijgt, ik denk het niet.
Maar er zijn verschillende prestatievelden, let's say. Dus dat is oké. Okay. Maar een gevoel om beter te zijn dan een ander, ja, dat is vreemd. Ja. Dat is het ook. Dat is meestal het tegendeel van een ander deeltje wat er zit, van dat ik ergens het idee heb dat ik niet zo tof ben. Want meestal wisselen die elkaar af. Ja, ik vind dat ook niet zo als ik dat voel. Goed. Maar ontken het niet, wat je ook niet doet. En luister en kijk ernaar. Okay. Zodat het gaandeweg duidelijk kan worden van ja, wat dat nog is voor dingetje. Of in welke omstandigheden dat een, voor het ego een nuttige greep lijkt. Ja, voelt u zich nogal wat? Ja, sowieso. Veel verder veranker in dat identificeren met die persoon. Door wat? Nou, bijvoorbeeld piekeren of zorgen maken of angsten die ik dan vervolgens niet wil. Hè. Dan denk ik, oh god, zie je wel, het is een kansloze zaak. Weet je wel zo, ik kan het nog zo graag willen, maar als dat iedere keer blijft terugkomen, Ik ben een hopeloos geval. Zo dat soort gedachten. En dan daar weer dat weer zien. En dan daar weer niet in, maar proberen gewoon maar te laten. En maar dan denk ik, ja, maar ik voel het niet, want het komt iedere keer terug. En dat is een soort
Dus, en bezit ik niet alleen maar juist de verkeerde dingen? Weet je wel, hoe weet je nou? Vanuit deze modus kun je dat niet weten. Dus deze laag van ons, of deze modificatie van ons, heeft groot gelijk dat die angstig is. Want die wil garanties en nou ja, al dat soort zaken. En die bestaan niet. Ja, dat weet ik. Maar zeg maar, als het gaat over vanuit het andere perspectief kijken, of ja, daar niet meer in hangen, daar niet meer van onder de indruk zijn, of als je wel van onder de indruk bent, dat het doorheen, ja, hè? Jij zegt doorvoelen. Ja, net wat er nodig is. Soms lopen, soms doorvoelen, soms kijken wat de overtuiging is die het feestje aan de gang houdt. Dus bijvoorbeeld, in dit moment, heeft mijn zijn garanties nodig. Dus voordat ik een garantie wil, ben ik al. Tijdens het wensen van een garantie ben ik, en als de wens naar garantie over is, ben ik nog steeds. Dus ik heb er geen reet mee te maken. Dus het is de bezorgdheid, of de bezorgdheidslaag, die begrijpelijk is. Weet je wel, die de hele tijd met dit soort dingen aan komt zetten. Van, ja, hoe kan ik weten? Ja, you can't. Maar op het moment dat we weer kijken vanuit zijn, zal ik maar zeggen, is het hele verhaaltje ongeldig. Het is niet eens opgelost of iets dergelijks, het is gewoon ongeldig. Dus als mensje zal ik proberen een beetje orde in mijn bestaan te hebben, omdat dat de minste ruis oplevert. Maar ik weet heel goed dat op het niveau van zijn maakt het geen reet uit waar ik woon, hoeveel ik heb of hoe weinig ik heb. Of ik vrienden heb of niet en al dat soort dingen. Zelfs ontdekt dat of ik gezond heb of pijn heb of niet, maakt geen reet uit. Ja, dat wist ik allemaal al. Maar dat wordt dan gaandeweg nog wat duidelijker. En voor zover ik kan en er levensenergie en bekwaamheid is, zal ik proberen zo comfortabel mogelijk mijn tijd te voldoen. Zeg maar. Maar is het echt belangrijk op het niveau van zijn? No, it isn't. Dat geeft juist heel veel ontspanning daarin. Dus ook alles kwijtraken zou geen probleem zijn op het moment dat het daar is. Want dat zijn maakt het niks uit. Ja, zolang ik alleen niet dat definitief verschoven heb, doet het er uiteindelijk wel toe. Nou, wat je dus kunt opmerken, alleen als je in die modus bent. Dus het is interessant in het proces om mee te nemen vanuit welke modus gelden welke zorgen. En in welke modussen zijn er geen zorgen. Dat is interessant om te zien. En wederom, wat ik net zei tegen Rol, van hoe duidelijker je iets ziet, hoe minder zin je zal hebben je in zo'n modus te begeven. Is dat de manier waarop ik wens te zijn? Bezorgd en al dat soort dingen. Of is de wens om te zijn? En dan wordt er vanzelf, want daar hebben we dus geen extra ik-inspanning voor nodig, doorgaans op de meest verstandige manier omgegaan met de omstandigheden die zich voordoen. Die ik, zoals ik gisteren al zei, ook ben. Ik ben dit ding plus mijn omstandigheden. Nou, ik hoef niet een hyperbezorgd ik op te wekken, zal ik maar zeggen, of daarin mee te gaan, om zo goed mogelijk ermee om te gaan voor zover dat gaat. Ik heb nog nooit, en waarschijnlijk jij ook niet, kunnen zien dat extra bezorgd worden ook maar ergens iets bij hielp. Ik word dan juist warriger namelijk en minder adequaat dan wanneer ik wat achterover leun. Ik weet dit, maar zo
gebeurt het niet, zeg maar. Ik zit iedere keer in dat. Nee, je zit daar, je zit ook soms daar. Jawel, maar het hoofdstanddeel van het bestaan van mij dus is het geworstel, zeg maar. En, ja, maar ik ben gewoon stressig. Pas op dat vanuit die modus niet het verhaal gecreëerd wordt dat je daar het grootste deel van de tijd zit. Check dat ook nog even als je in die andere modus zit, of dat klopt. Want wat mij wel duidelijk is, is dat de ik-modus, zeg maar, vaak een slechte inschatting heeft over de feitelijke toestand. En wat ik me nog kan herinneren van vroeger, in de periode van wat ik beschreven heb als erin en eruit, dat als ik eruit was, zou ik maar zeggen, ik was het kwijt, dan dacht ik van dit gaat nooit meer over en ik zit altijd hier. Terwijl op het moment dat het verschoven was, had ik zoiets van nee, dat is helemaal niet waar, ik zit daar, komt ook voor, ik zit soms ook er een beetje tussenin te hangen en ik ben er soms gewoon uit in de zin van alles is helder en alles is oké. Dus het ego heeft altijd de neiging tot overdrijving. Frustratie is overigens ook deel van het gebeuren. Het is niet alleen maar leuk. En het enige positieve wat je kan zeggen over frustratie is dat het ons aan de gang houdt. Dat het voorkomt dat we te vroeg tevreden zijn. Zo, twijfel en frustratie is een zinvol deel van het hele feestje. Niet het leukste. Maar het hoort erbij. In de Zen zijn ze soms keihard, maar soms zijn ze ook heel liefdevol. En dan zeggen ze, hoe groter de verwarring, hoe groter de verlichting. Dus trek je daar dan aan op. Ik kan me nog wel herinneren dat er van die momenten waren in het hele ombouwproces dat ik zoiets had van als dit nog een week duurt, dan spring ik van het dak. Ik vind er echt niks aan. Bijna, nee. En nog een keer. Fuck. Hoe weet je wanneer het bijna bent? Nou, dat weet je dus blijkbaar niet. Ik had het in ieder geval een flink aantal keer mis. Het is een soort voelen. Je voelt dat er iets op het punt staat uit elkaar te barsten of iets dergelijks, weet je wel. Ja. En dan doet het ineens en is het weer dicht. Fuck. Waar is die sloophamer? Ja, die ligt net aan die andere kant. Kun je niet bij. Het is maar een beeldspraak, obviously. Of erger nog, dat je denkt, het is nou gewoon al 3 weken helder van dit is het. Nou gaat het nooit meer weg. En dan zegt je partner iets en je explodeert. En je bent echt hyper geïdentificeerd en je hebt zin om er de strot af te snijden. Wat natuurlijk ook heel begrijpelijk is. Maar dat heeft met partnerkeuze te maken. Er is de een beter in dan de ander, let's say. Dus ja, dan... Ah ja. Snel opgewonden die leegte. Dus zo ben ik diverse keren op mijn mail gegaan, waardoor je een beetje, en dat is heel moeilijk voor een type als ik, een beetje meer, ik zou niet willen zeggen nederig, want dat ben ik niet, maar toch iets terughoudender wordt van, nou, misschien als dit zo over een jaar nog is, dat we dan voorzichtig de conclusie kunnen trekken dat er iets gestabiliseerd is. Dus let's wait a bit. Of van die momenten dat je een enorm inzicht hebt, en dat heb ik in een van mijn boekjes gezet, ook een metafoor van, en het volgende moment laat je de aardappelen aanbranden. Weet je wel, ja, echt zeer praktisch ook, dat inzicht je daar helemaal met je inzicht, je fucking idiot. Dus, ja. Het duurt even soms, voordat de boel een beetje bij elkaar is en een beetje samenhangend wordt.
Ik heb soms het gevoel dat, dan denk ik ook een soort van, oh ja, het gaat nu de goede richting op of zo. Ja. Dan gebeurt er ongetwijfeld weer wat jij ook zegt, of dan wordt het ineens weer heel down en depressief en dan krijg ik iets te zien wat ik gewoon heel heftig vind. Maar soms denk ik ook van, ja, misschien heb ik een soort van, een soort van narcistisch, dat ik denk van dat ik er al bijna ben, maar ben ik nog niet eens in de buurt of zo. Dan kan ik Ja, als ik een harde leraar was, dan zou ik tegen iedereen zeggen die denkt dat hij er bijna is, van je bent nog niet eens van je plek gekomen. Of dat soort opbeurende teksten. Maar ik ben iets milder. Eén ding moet je gewoon weten, en dat leer je op een gegeven moment, dat iedere keer dat je gaat denken dat je er bijna bent, dat je dan bijna zelf een wolfsklem voor jezelf neerlegt. Dan kun je beter niet denken. Gewoon enjoy the process en hou het gewoon bij vandaag. Wat heb ik vandaag te doen? Nou, misschien heb je vandaag een dag dat je alleen maar de natural state hoeft te ervaren. Great. Enjoy, maar trek daar geen conclusies op basis daarvan voor de volgende dag. Want misschien word je wakker en ben je gewoon weer een idioot. Weet je wel, daar is een handiger uitgangspunt om het gewoon bij vandaag te houden. Want wij maken er toch van ergens, van ja, er is daar ginds ergens een finishlijn. En als ik daar doorheen ben, dan... Daarom zei ik in een van die laatste video's die Jan had opgenomen van ook wakkeren zijn idioten. Dus we zijn een menselijke soort en van onze imbeciliteit komen we nooit helemaal af. De verhouding ertoe verandert, dat kan wel, maar denken ik ben er of dit is het of whatever wordt bijna altijd vrij snel gecorrigeerd. En als je... Je hebt soms wel eens gezegd van, dat er iets zich radicaal omdraait. Heb je het dan over ontwaken of over realisatie? Bij allebei is dat een radicale paradigmaverschuiving. En je hebt ook wel eens gezegd dat bij ontwaken kan soms ook heel langzaam gaan. Ja, sommige die glijden daarin. Dus ik heb beschreven van dat het vaak heftig is en tumultueus, voor je dat uitspreekt, maar niet bij iedereen. En het grappige is bij die mensen bij wie dat zich rustig ontwikkelt, die gaan dan zeggen van ja, maar je had toch gezegd dat er een open huis zou moeten zijn, maar dat heb ik niet, dus er is iets niet goed. Nee, bij jou ontwikkelt het zich anders. Zoals eerder gezegd, niemand is gelijk. Dus bij veel mensen geeft het veel commotie, omdat er in heel veel mensen veel onechts zat. En als dat eruit moet, dan ja, sommige dingen die lossen makkelijk op, andere dingen, ja, dat voelt alsof er stukken uit je getrokken worden. Weet je wel, ja, dat is dan minder leuk. Nou, weer anderen die kloppen al vrij aardig en op een of andere manier raken ze dan in dit gebeuren verzeild. En dan, ja, het een volgt vrij gemakkelijk uit het ander. Maar dan nog steeds, begrijp ik dat goed, is er ook bij ontwaken een soort van... Nee, die valt bij dat soort types veel minder op. Want dan gaat, laten we zeggen, de volwassenheid, die gaat eigenlijk moeiteloos over naar dat awaken. Want kijk, bij die volwassenen zit nog steeds het geloof, ik ben iemand. Dus dat is eigenlijk het enige dingetje wat eruit hoeft dan. Maar die iemand, die is al niet meer zwaar belast en die klopt eigenlijk al. Dus dat is gewoon... Terwijl iemand die raarder in elkaar zit... Ja, dan krijgt dat een enorme knal, zou ik maar zeggen. En dan moet het stof neerdalen. En... Nou ja, dan geeft dat wat meer tumult of een groter schokeffect. Dus meestal zijn dat soort overgangen, zit daar een schokelement in, maar niet bij iedereen. Die hebben dan zoiets van, oh ja, ja, natuurlijk. Logisch. En? What's the fuss about? Weet je wel? Van ja, natuurlijk. Dus het is niet bij ontwaken of bij realisatie heftiger per se dan bij... Nee, dat kun je niet zeggen. Kan je nog één keer praten over het verschil? Dus ontwaken is gewoon dat je de verschuiving van de persoon naar... van ik ben een persoon, een afgescheiden wezen, naar ik ben bewustzijn. De realisatie van het absolute is dat je realiseert dat wat aan bewustzijn vooraf gaat. Dus dan wordt ingezien dat zelfs het bewustzijn een tijdelijk verschijnsel is. Het eerste verschijnsel, zo je wil.
Ik heb wel eens gehoord dat, ik denk dan dat dat realisatie is, dat, het, dat daar heel veel angst mee gepaard kan gaan, omdat het heel, soms als het in één keer... Ja, dat kan, maar dat hoeft dus ook niet. Nee. Dat kan, maar dat kan bij als ontwaken dreigt te gebeuren, of als dat zo spel bezig is, kan het ook heel veel angst oproepen. Want een van de dingen die dan gebeuren is, nou, waar we het net in ander verband al even over hadden, dat er een stuk in ons kan opkomen van, ja, maar wie regelt de zaken dan? Want het betekent als bijproduct het inzicht dat controle een illusie is. Dus dan is die mens bang de controle kwijt te raken die hij nooit had. Maar het geeft niet of je iets wel of niet hebt, het geeft of je erin gelooft. En wij geloven daarin. We geloven allemaal een afgezonderd wezen te zijn die verantwoordelijk is voor zijn eigen daden en die beschikt over een vrije wil en allemaal van dat soort dingen. Nou, dat hele feestje blijkt niet waar te zijn. Dat is het fundament waarop we functioneren. Weet je wel, dus bij veel mensen, maar niet bij iedereen, geeft dat een schrikreactie. Als je zegt, we geloven allemaal dat we dat individuele personen zijn, geloof je dat ook niet? Nee, ik niet. Maar alle normale mensen wel, en all over the world. Weet je wel, dat is gewoon de standaard instelling, dat is de fabrieksinstelling. Ik ben een afgezonderd wezen, verantwoordelijk voor mijn eigen gedrag. En er zit een ziel in, of iets dergelijks. Weet je wel, en ik heb een vrije wil. Ja, dat gelooft iedereen. Dus iedereen gelooft in Sinterklaas, dat is dus een van die dingen, en jij niet meer. Dus dat maakt je meteen tot een andere soort. En dat vinden we ook eng, gewoon al is het maar op een biologisch niveau. Wat ik al eerder zei, sociale dood is de grootste vrees. Dus als dat begint duidelijk te worden, dat jij ineens niet meer gelooft waar iedereen wel in gelooft, dan kan de vrees de kop opsteken, fuck, dan hoor ik er niet meer bij. En dat is dangerous. En dat is bijvoorbeeld voor iemand die toch al nooit het gevoel had dat hij er echt bij hoorde, die vindt dat minder spannend dan iemand die echt heerlijk kon genieten van verbondenheid en weet ik veel wat allemaal. Die zal dat enger vinden, want die is dan bang dat hij de verbinding kwijtraakt. En snapt nog niet dat aan die andere kant van de streep het idee van alleen of verbinding gewoon een non-issue is. Die hele dualiteit bestaat niet. Ik heb wel, soms dacht ik, ik moet het even terughalen, maar dat over vrije wil, dan noem ik het even als keuze. Heb je een keuze of heb je geen keuze? Misschien is dat hetzelfde als vrije wil, maar dat maakt het voor mij wat makkelijker. Op het moment dat ik bijvoorbeeld in een patroon zit wat ik nog niet door heb, dus daar zit geen bewustzijn op, dan heb ik geen keuze. Dat lijkt me heel... Ja, als ik inzicht erin heb, dan kom ik niet in een geïdentificeerde modus. Dus heb ik ook geen keuze. Is er ook nog zoiets tussenin? Want ik... Nee, dat lijkt alleen maar zo. Daarom hebben we al eens vastgesteld dat zodra er keuze is, is er onvrijheid. Want als er helderheid is, is er geen keuze. Dan is namelijk helder wat er gebeuren moet. En als er onhelderheid is, is er ook geen keuze. Want dan gaat iemand gewoon op zijn emoties en conditioneringen. Maar soms, ik heb toch de ervaring dat soms, dan zie je iets bijvoorbeeld net. Dus dan ineens word je wakker. Zo van, oh ja, dit is mijn oude gedrag. Dit is niet. Ja, yeah, right. Maar jij besloot dat niet. Dat gebeurde. Ja. Juist. Dus beslissingen gebeuren, maar er is geen beslissingnemer. That's the whole point. En het grappige is dat de hersenonderzoekers inmiddels ook zover zijn. They can prove this. Die Advaita-types en anderen, die wisten dat al 2500 jaar. Maar we kunnen het nou bewijzen. Mensen vinden dit heel vervelend. Ik heb er geen enkel probleem mee. Ik weet namelijk hoe dit hele systeem functioneert, zo grosso modo. Dus ik hoef me nooit druk te maken over keuzes, want die zullen gewoon plaatsvinden. Dus ik wacht gewoon tot dat ding zover is om te zeggen, nou, dit doen we wel of dat doen we niet. En het kan mij geen bal schelen, meestal. Het is allemaal voor mij ongeveer even belangrijk als zullen we koffie of thee doen. Ja, ik heb liever koffie overdag, 's avonds heb ik graag thee. En tussendoor whisky. Ik noem maar wat. Dus dat is allemaal niet zo van levensbelang.
Maar als ik diepgaand geloof in mijn vrije wil en mijn verantwoordelijkheid, dan is iedere beslissing die ik maak, dat voelt als mij en als heel belangrijk. Nou, ik zie gewoon hoe de beslissingen plaatsvinden bij deze of gene. En dat komt meer uit de subconscious, dus waar je niet eens bij kan met je bewuste geest, dan van die bewuste geest. Die achteraf zegt van nou, na ampele overweging heb ik besloten dit toch maar niet te doen. Dan denk ik, nee, je was bang. En in het andere geval, nou, ik heb besloten het wel te doen. Ja, het verlangen was groter dan de angst, dus obviously. En dan zeggen wij, ja, dat heb ik besloten. Mm-hmm. Keep telling yourself that, denk ik dan. Dus als ik helder heb dat dit een doodlopende straat is, ga ik er niet in. Ik heb geen keuze, ik zie dat. Als ik het niet helder heb, ja, dan kan ik denken besloten te hebben daarheen te gaan, maar het is nog steeds een doodlopende straat. Ik kon er niks aan doen, maar er was mij verteld dat daar iets te halen viel. Dus ik ging gewoon mijn begeerte achterna. Welke keuze? En als ik in een moment ben, totaal aanwezig, in een, laten we zeggen, begeerteloze toestand die zich af en toe kan manifesteren, dan wil ik helemaal niks. Dus het enige wat er dan gewild wordt, is niets. Dat is ook geen keuze, dat gebeurt gewoon. En het simpelste proefje, vrije wil proefje, is bepaal nu wat je over 38 seconden gaat zeggen en voelen. Laat maar zien. You can't. Right? Dus het is gewoon kletskoek eerste klas. Zoals iemand heel grappig ooit zei, meneer, gelooft u in een vrije wil? Ja, natuurlijk, ik heb geen keuze. Really funny, Wayne Lickerman, geloof ik. Dus het voelt altijd alsof we kunnen kiezen. Als we goed gaan kijken, het gebeurt gewoon. Zoals ik ook wel eens zeg, van als iemand denkt, ja, ik weet niet waar ik tussen wil kiezen. Ja, dat is mij duidelijk, want je bent niet helder. Keuze is een gebrek aan helderheid. Anders pak je gewoon die pindakaas, klaar, wat nou kiezen? Ik heb geen 40 soorten pindakaas nodig. 1. Desalniettemin. Je hebt het gisteren ook even gehad over het limbisch brein. En je hebt vaak over het voelen en dan komt er een antwoord ja of nee. Ja, dat kan. Of er komt niks. Maar hoe gaat dat in jouw geval, want als je zegt van dat besluit door je limbisch brein, het limbisch brein heeft geen vermogen tot woorden of dingen, dus een ja of een nee bestaat daar eigenlijk niet? Well, intuïtie kan allerlei kanalen kiezen, want het zijn verschillende systemen die aan elkaar geschakeld zijn. Dus sommigen die gebruiken woordjes, anderen meer een soort gevoelsimpuls of een fysiek iets. Dus dat kan op allerlei manieren gaan. Gevoelsmatig, de reden waarom u opstaat is er van meer omdat er dan eigenlijk gewoon een sterke energie opkomt die dan. Ja, bijvoorbeeld. Dus dan kunnen we zeggen, ik heb besloten om op te staan om achter de microfoon iets te gaan zetten. Nou, je zit daar gewoon en door de hele constellatie komt er op een gegeven moment iets aan bod wat een trigger geeft. En dan loopt dat ding naar de microfoon. En dan komt het ego dus achteraf, zou er kunnen gaan zeggen, ik heb besloten om daar te gaan staan. Mm-hmm. Sure. Maar 3 seconden voordat je opstond, wist je het niet. Ja, zo gaan die dingen. Vandaar dus dat de bezorgdheid van wie regelt dan de zaak en wie neemt dan de beslissing als ik wakker word, die slaat nergens op, want er is nu al geen jij die de beslissingen neemt, het is your totality. En we hebben geen idee, we denken dat we een idee hebben. En de onderzoekers hebben ook al uitgevogeld dat de slimmere types en de hoger opgeleide types alleen verschillen van de wat simpeler types in dat ze meer rationalisaties kunnen produceren. Dus hun verklaringjes over waarom ze doen wat ze doen, die klinken wat plausibeler, except they're not. Maar het klinkt beter. Maakt het juist dat niet lastiger, omdat
dat je in die zin dus meer constructen, meer denken. Nee hoor, want dat onderbewuste systeem doet gewoon wat het doet. Trekt zich daar niks van aan. Dat begrijp ik, want ik doe het anders. Ik bedoel te zeggen dat doordat je dus meer in je hoofd zit, dat je minder makkelijk. Nou, het is niet gezegd dat de slimmere, hoger opgeleide types die meer rationalisaties kunnen produceren, meer in hun hoofd zitten. Een bouwvakker kan net zo goed heel de dag in zijn hoofd zitten. Alleen het niveau van waar er over gedacht wordt is net wat anders. Maar hij zal met minder uitvoerige lulverhalen komen als hij iets doet. Dan zal hij eerder zeggen, ja, daar heb ik zin in. Wat vrij dicht bij de waarheid zit. In plaats van, nou ja, een afweging gemaakt en na 3 rapporten bestudeerd te hebben, heb ik besloten dit bushokje in elkaar te trappen. Weet je wel, van dat zal de hoger opgeleide zeggen. Die ander die zegt gewoon, ja, daar haak goesting in, zou de Belgen zeggen. Ja, dat vind ik een heel goede verklaring. Dat heb ik ook vaak als ik dingen doe. Dan vraagt iemand, waarom doe je dat? Ja, daar heb ik zin in. Fuck off. En waarom zeg je dat? Ja, daar haak ik ook zin in. Totaal ongerelateerd, maar ik hoorde van de week iemand zeggen, dat was een Turks spreekwoord. Als je een clown in het koninklijk paleis zet, dan wordt de clown geen koning, maar het paleis wel een circus. Ik weet het verband niet, maar ik vind het leuk. Wat doe je de hele dag? Hang ik in dingen die niet waar zijn. Nou, de hele dag lijkt me niet. Nou ja, mits je dan bezig bent met waar we nu mee bezig zijn, dat je onderscheid kunt gaan maken, dat je wel gaat doen in je oog. Ja, precies. Huh? Goed zo. Ja, hè? Ja, dus... Het levert wel de ervaring op dat je, nou ja, zo langzamerhand steeds meer het onderscheid gaat maken tussen. Sure. Ja. En dat het dus leuk kan zijn, als dit doordringt waar we het net over hebben, om eens kritisch te kijken naar de verklaringjes die je zelf geeft voor allerlei dingen of die anderen jou aanbieden. Want in iedere tijd gelden ook bepaalde manieren van verklaringen en weet je wel, en sommige delen daarvan, daar is best iets voor te zeggen, hè? Van de jeugd is heel belangrijk en daar worden de basispatronen gelegd. Ja, dat is allemaal heel leuk, zo voor de brugklas en dergelijke, maar op een gegeven moment kun je daar gewoon voorbij. Ik heb geen verklaringen nodig of excuses, want het onderscheid tussen verklaringen en excuus is vrij dun. Om te verklaren waarom ik ben zoals ik ben. Ik ben gewoon zo. En ik hoef me daar niet voor te verantwoorden. Ik heb geen excuses nodig. Ik heb geen verklaringen nodig. Mijn hele verleden interesseert me gewoon geen ruk. En als een ander moeite met mij heeft, zoals ik vaker zeg, flikker dan op en ga ergens anders koffie drinken. Want ik ben hier niet, en jullie ook overigens allemaal niet, om het de hele wereld naar de zin te maken. De mogelijkheid is dat we onszelf als het ware een opdracht geven, in plaats van gewoon mee te hobbelen met de rest, van ik wil proberen in dit rare leventje, I got one shot, om zo echt mogelijk te zijn als ik kan. Dus je hebt de massa mens, zou je kunnen zeggen, en die doet gewoon mee met de massa,
En dat is fantastisch, moeten ze ook lekker doen. Zolang ze maar rust laten, vind ik het best. En je hebt mensen die als het ware zichzelf een opdracht geven. Ik wil leven op mijn eigen voorwaarden. Of ik wil zien hoe vrij ik kan worden. Nou, dat soort mensen heb ik liever. En wat de rest doet, I don't give a shit. Over het algemeen doen ze weinig meer dan herrie maken. Het is nou weer zomer en dan bij ons, we wonen dan buitenaf en dat is allemaal heel fijn. Ja, voor een deel, want ik zei al, niks is perfect, maar wat ze heel veel doen is van die feestjes. En dan tot 3 uur 's nachts lig je dan in je bed. Ja, ik vind dat vrij saai. Maar ja, dat hoort erbij. Gelukkig dat ze dan 's ochtends om 8 uur, als je dus een paar uur geslapen hebt, met bladblowers de bladeren weg. Dus nou, dat heft elkaar dan weer op. Heerlijk buitenaf wonen. Rustig. Om. Diep zegt dat. Soms verdwijnt er ineens iemand bij ons in de buurt. En dan... Het is meestal iemand die een bladblower in bezit had. En een schedels op je. Ja, precies, ja. Uithollen, drogen, op mijn kast zetten. Niemand missen ook, hoor. Na 2 jaar zo van, daar woonde toch ook iemand? Nee, ken ik niet. Zo. What's up? Maar ik heb soms een hele sterke droom om alleen te zijn. Maar dat lijkt dan heel erg absoluut. Het lijkt dan alsof ik, nou ja, niet dat ik mijn banen wil leggen of zo, maar wel dat ik echt veel alleen zou willen zijn. Goed. En ik heb nu een heel druk sociaal leven in ieder geval gehad. Het is nu iets rustiger geworden omdat ik dit aangekomen. Het lijkt net alsof in die eenzaamheid soms goede dingen gebeuren en het lijkt het alsof het klopt. En soms kom ik in een soort stemming waarbij ik zo zwaar word in die eenzaamheid, waarbij alle negatieve gedachten die ik over mezelf kan hebben naar boven komen en ik dan niet dat opgewekte en dat luchtige wat ik heb als ik leuke dingen aan het doen met allemaal mensen en waarin ik me dan prima vermaak. Dat is er allemaal niet meer dan. Nee, uiteraard niet. Ja. Nor should it. Ja, maar... Ja... Het lijkt soms net alsof je met iets heel ongezonds bezig bent. Ja. Als je die drang naar eenzaamheid volgt. Zeker, want je gaat tegen de tendens in. Ja.
Dus allerlei lagen in ons zullen protest aantekenen, waarschuwingen uiten, je wijsmaken dat je op de verkeerde weg bent, enzovoorts. Ja. Maar hoe kun je ook, ergens voelt het zo alsof ik alleen moet zijn, maar het lijkt zo overdreven. Dramatisch iets haast. Nou, het is alleen maar dramatisch en overdreven als we ervan maken, ik moet voor de rest van mijn leven alleen zijn. Nee, er is blijkbaar een innerlijk appel om een forse tijd alleen te zijn. Want 2 weken is niet afdoende. Na 2 weken zijn we nog niet eens geland. Weet je wel, en zijn we nog niet eens los van de anderen, ook al zien we ze niet, want die cirkelen constant in ons rond. Dus de meesten hebben een aantal weken nodig om dat überhaupt kwijt te raken en dan begint het pas. Ja precies, ja, dat merk ik ook, want ik heb nu dus dat ik soms denk, oh dan ben ik even een avond alleen. Maar dat is niet genoeg. Nou, dat is fantastisch, maar voor een totale omwenteling, Ik weet het niet eens of ik naar een omwenteling zoek, maar het is meer dat ik die drang niet kwijtraak. Nee, maar ik bedoel, het systeem wil dus een omwenteling. En het heeft ook al wel door dat we dat niet in 3 middagen en een avond voor elkaar krijgen. Ja. En ik had het van vrijdag al over van leeg, we zullen leeg moeten zijn voordat er iets gebeuren kan. Nou, zo'n periode van retreat, zoals dat nou eenmaal heet, is niet voor niks al duizenden jaren een spirituele strategie. Niet om daar te blijven, maar to change. Net als de metafoor van de rups, de pop en de vlinder. Hij zal die popfase in moeten, op wat voor manier dan ook, en dus eenzaamheid kan daar een vorm van zijn, zodat die vlinder tevoorschijn kan komen. En dat betekent dus een x tijd lang gewoon de gebruikelijke dingen laten vallen. Weg, want het leidt alleen maar af. Het is allemaal leuk, maar transformatie gaat niet over leuk. En overigens is het ook niet leuk als je een vlinder bent om met rupsen te spelen. Die hebben niets met elkaar gemeen. Dus als ik weet dat ik een vlinder moet worden, zal ik het rupsendom achter moeten laten. Zo simpel is dat. En wat de rupsen ervan vinden, boeien. Inclusief de rups in mij. Die zal zeggen, niet doen, niet doen, niet doen. Dan krijg je nog vleugels. Ik hoor wat je zegt en ik denk dat het waar is, het voelt waar. Yes, you already know. Ja, en dan heb ik toch nog zo'n kleine stem die dan toch denkt van ja, maar kan het niet een soort depressief? Sure, uiteraard. Die dingen moet je allemaal even noteren, zodat je weet met welke kaartjes die zal komen. Deze dus ook, vooral als er zullen perioden zijn ongetwijfeld van de dingen gewoon makkelijk gaan dan. En er zullen perioden zijn waarin enorme zwarte rook uit de grond komt. En dan zal die met de depressiekaart komen. En you fucking up your life en al dat soort dingen. It's all lies. Grappigerwijs van de week nog met een vent gesproken. Die gaat een flinke tijd, die heeft blijkbaar geld zat. Die gaat naar Japan in een zenklooster. Die had ook zoiets van, het is even allemaal, het is mooi geweest. Ik ben nu een jaar getrouwd en dan ga ik. Vond ik grappig. Ik heb net promotie gehad op zijn werk. Het ging allemaal fantastisch. Ja, ik moet even een paar maanden weg. Alleen, stil, niks. Fuck off. Geestig. Het is ook alsof de dingen hun waarde verliezen. Uiteraard. Als je dat niet doet, of tenminste als ik dat niet doe. Yes. Then it becomes poison. Sorry? Je bent helemaal verzadigd van dingen, van indruk, ook de leuke dingen. Ja, natuurlijk. Dus niks zo saai als leuk. Nee. Ja.
Ja, bedankt voor wat ik hier mocht doen. Bedankt dat je mijn leven naar de kloten hebt geholpen. Vet, mooi, dank je, tot morgen.